Ik ben van Keoli, Sintes, en wij zijn de openbaar vervoerder hier in Twente. Juist. En nu ging het vanavond over de Alderingshoek, ja. Waar nu de buurtbussen sinds kort weer rijden. Ja. Maar er was een plan om dat via de Mosterdpoort daar een weg aan te leggen, ja. Zodat de reguliere bus daar langs kon. Ja. Hoe denkt u daarover? Nou ja, het zou een ondersteuning zijn van de buurtbus. Het zou niet zo zijn dat een buurtbus dan verdwijnt. Want wij willen helemaal niet dat de buurtbus verdwijnt. Want de buurtbus doet het juist hartstikke goed. We hebben er zojuist in het politiek beraad, hebben we het er ook op die manier over gehad. Dat in de ochtend en in de middag, hadden we capaciteitstekort. En juist door daar een grote bus in te zetten. En dat is niet de grote buslijn 95 die vanuit Wieren dan zeg maar een doorsteekt. Dat is vanavond besproken. Dat is een optie zeg maar. Die is door de ChristenUnie. In 2018 is die geopperd. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Alleen wij zijn eigenlijk door voortschrijdend inzicht. En wij hebben natuurlijk niet stilgestaan. Zijn wij in overleg met de gemeente, met de provincie en met de buurtbusvereniging. Zijn wij tot het idee gekomen om in de ochtend en in de middag een grote bus door de Alderingshoek te laten rijden. Omdat er dan capaciteitsproblemen waren. Maar juist overdag voldoet de buurtbus heel erg goed aan de vraag. Wij zijn ook heel blij dat nu de buurtbus weer kan rijden. En de buurtbusvereniging is daar zelf ook heel blij om. Dus eindelijk mogen we weer van start, zeg maar. De Alderingshoek is ook de eerste buurtbus in Twente die van start is gegaan. En die rijdt weer. Rijdt op 20% van de capaciteit. Dus daar zijn wij heel tevreden mee. En eigenlijk is zeg maar, de oplossing die wij hier nu bedacht hebben met elkaar, is een perfecte oplossing. Waarbij je op een goede manier met overheidsgeld omgaat. Hè. Dus niet zeg maar, met bussen rondrijden van 12 meter. Op de momenten zeg maar, dat het gewoon niet nodig is. Want overdag, als er 2 of 3 mensen in zitten, dan is een buurtbus dus met de capaciteit van 8 personen meer dan voldoende. Maar in de ochtend en de middag, als er dan zeg maar, wel meer vraag is, dat we die mensen dan ook kunnen helpen. En op deze manier kunnen we alle mensen, al de scholieren, maar ook de ouderen, kunnen we vervoeren. En overdag, als er dus minder vraag is, dan rijden we met de buurtbus. En dat is naar onze tevredenheid en is ook naar de tevredenheid van de buurtbusvereniging.